Met de Smart One start het merk een geheel nieuw tijdperk. Grotere en volledig elektrische modellen die niets te maken hebben met die compacte stadsautootjes uit het verleden. De Smart Hashtag One is de eerste in een reeks nieuwe modellen en ik neem je graag mee langs alle highlights. De Smart Hashtag One is ontstaan uit een samenwerking tussen Mercedes-Benz en Geely. En dat zorgt ervoor dat de elektrotechniek en het platform waar deze Smart Hashtag One uit bestaat afkomstig is uit China. En zo gaan we bijvoorbeeld ook in de toekomst Volvo-modellen zien op hetzelfde platform. En het design en de interieurafwerking zijn afkomstig van Mercedes-Benz en dat is duidelijk te zien. Zo begin ik voor de verandering is aan de achterkant, want hier zie je een doorlopende lijn van LED-verlichting en die lijkt sterk op die van de EQ-familie van Mercedes. Nou, verder is hij heel rond en eigenlijk oogt hij daardoor schattiger en kleiner dan dat hij in werkelijkheid is, want hij is 4,27 meter lang en 1,64 meter hoog. En daarmee is hij vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Peugeot E2008, Opel Mokka Electric en de Kia Niro. Als we dan de achterbak bekijken is die niet heel groot, 273 liter. Dus als je dat belangrijk vindt zijn er concurrenten met een grotere laadruimte. Maar je hebt hieronder wel nog een groot opbergvak. En de achterbank is verschuifbaar, 13 centimeter. En de achterbank kun je uiteraard naar beneden klappen en dan groeit het tot 410 liter. Hij mag 1600 kilo trekken, dus dat is echt serieus voor een elektrische auto van dit formaat. Dus dat is een enorm pluspunt, maar dan moet je dus wel even die trekhaak aanvinken bij de optielijst. Standaard staat hij op 19 inch wielen, uiteraard met aerodynamisch geoptimaliseerde velgen voor het maximaliseren van je actieradius. En hij heeft verzonken handgrepen en dat geeft hem een hele minimalistische look en verbetert de luchtstroom. Deze komen automatisch naar buiten wanneer je de auto opent. Dan de binnenkant. Het is mooi afgewerkt en ik zei het net al even, dat is dus van de hand van Mercedes. En dat zie je duidelijk. Het zijn hele luxe materialen. Overal is goed over nagedacht en het geeft echt een premium gevoel. Ook de stoelen zijn heel mooi afgewerkt, zitten ook erg lekker. En bijvoorbeeld een heel leuk design element in de hoofdsteunen, wat niet per se een functie heeft, maar qua look echt wat toevoegt. Ik vind het interieur vrij minimalistisch vormgegeven en het echte centerpiece is dit 12,8 inch scherm. En het infotainment systeem is volledig nieuw en niet gebaseerd op dat van Mercedes, ondanks dat je dat misschien zou verwachten. Het is ook veel speelser en jonger vormgegeven met verschillende iconen en zelfs een avatar in de vorm van een vosje. En je kunt een spelletje spelen terwijl je wacht of aan het laden bent. De Hashtag One is standaard rijk uitgerust en je hebt niet 100 verschillende uitvoeringen. Dus dat zorgt ervoor dat je al vanaf het tweede uitrustingsniveau, de premium, al bijvoorbeeld een mooi audiosysteem hebt van Beats of een head-up display om het checken van je snelheid. En je hebt ook standaard een warmtepomp en dat zorgt ervoor dat je batterijcapaciteit geoptimaliseerd wordt. Verder beschikt de Hashtag One ook over een 360 graden camera. En daarmee kun je ook een goed beeld krijgen van wat er om je heen gebeurt. Doordat de auto relatief vierkant is, is hij binnenin ook heel erg ruim. Zeker bij het hoofd en dat is zowel voorin als achterin. Ook voor de benen is de ruimte royaal. En hij heeft een nagenoeg vlakke laadvloer, dus dat is heel fijn voor het plaatsen van je benen. En het is ook de eerste Smart waar je met 5 personen in kunt zitten. Nou, verder geeft het achterin een heel ruimtelijk gevoel en dat is mede te danken aan het glazen dak wat er standaard in zit. Zoals gezegd is de Smart Hashtag One dus volledig elektrisch en zijn accu beschikt over 66 kWh. Daarmee heeft hij een maximale actieradius van 440 km. Nou, de motor ligt achterin in plaats van voorin en dat zorgt ervoor dat hij ook via de achteras wordt aangedreven en hij heeft maar liefst 272 pk. De Hashtag One is leverbaar in verschillende uitvoeringen en zo heb je ook een top samenwerking met Brabus. En als je voor die dikke uitvoering kiest, dan krijg je een vierwiel aangedreven Smart met maar liefst 428 pk. En dan schiet je van 0 naar 100 in slechts 3,9 seconden. Met de Hashtag One is het merk dus een volledig nieuwe weg ingeslagen. En na het zien van deze auto ben ik ook benieuwd geworden naar de Hashtag 3 die binnenkort zal volgen. Ja, de Hashtag One staat nu bij ons in de showrooms, dus je bent van harte welkom om de rij-eigenschappen van deze toch wel wat unieke SUV te komen ervaren.
En we helpen je uiteraard graag bij het samenstellen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende video.